Ik ben bezig met een Nikon Z6-serie tips te maken. Althans, Z6. Voor de hele Z-serie geldt dat. En mogelijkerwijs zelfs voor de wat oudere modellen, dus de spiegelreflexgebruikers vonden jullie die ook toevallig naar dit filmpje kijken. Kijk of je de mogelijkheid ook op je camera hebt om dit in te stellen. En heb je dat niet? Ja, dan is er misschien een wens om toch binnenkort een keer over te stappen naar een Nikon Z-camera. Spiegelloos, heel veel voordelen, leuk fotograferen, gewoon een keer doen. Maar zes tips, zeg ik zes tips, vijf tips. Vijf tips, ja, vijf tips. Want er komen nog een paar series van vijf tips. En in dit geval zijn het echt gebruikersinstellingen die het fotograferen echt een stuk aangenamer en makkelijker maken. Begin met tip nummer 1. Dat heeft met scherpstellen te maken. Want een foto die niet scherp is eigenlijk natuurlijk al bij voorbaat mislukt. Dus dat heeft te maken met scherpstelling controle. Hoe gaan we dat doen? Ik ga het jullie laten zien. Ik heb een opstelling hier gemaakt waarin ik een Nikon Z6 Mark II via een HDMI-kabel heb aangesloten aan mijn elektronische circuit. En ik kan jullie mee laten kijken op mijn menusturing. En ik heb een camera ingesteld die mee kan kijken naar de achterzijde van de camera. Zodat jullie ook kunnen zien wat ik aanraak. En ik doe dat af en toe met mijn vinger en soms even met een touchpen. Omdat anders mijn vinger in de weg zit en jullie niet goed kunnen kijken wat ik aanraak. Dus ik probeer dat een beetje af te wisselen. Dus ja, stoor je daar niet aan. Wat gaan we doen? De tip nummer 1 is de OK-knop programmeren. Om te kunnen zien bij de opname of mijn onderwerp scherp is scherpgesteld op de plek waarin ik het autofocusveld heb gepositioneerd. Hoe gaan we dat doen? Ik laat het je zien. Dit is het menu van de camera. En we willen de OK-knop willen we programmeren. Daarvoor ga ik naar het menu. Ik tik op knopje menu. En ik ga naar de menu persoonlijke instellingen. Naar in dit geval tapje F bediening. Dat is bij alle Nikon-camera's hetzelfde. En hier kan het menu iets afwijken, maar ik ga in ieder geval naar de OK-knop. Dus in dit geval is het F3. Die bevestig ik weer. En ik ga bij de opnamestand, die staat hier nu in het geel al op, ga ik naar zoom aan-uit. Dan ga ik weer naar rechts. En dan zet ik hem op 1 staat tot 1, 100%. En dat bevestig ik weer met de OK-knop. Nou, op het moment dat ik nu mijn camera op statief heb staan en ergens op gericht en scherp stel, dan kan ik door het OK-knopje in te drukken, kan ik exact zien waar mijn autofocusveld is. Doordat de camera dan 100% inzoomt op de sensor, dan kan ik precies zien, zowel op de zoeker of op het LCD-scherm, of de scherpstelling correct is. Je kunt er nog iets bij regelen, desnoods eventueel manual focus of het autofocuskader iets positioneren of herpositioneren. En dan weet je voordat je de foto maakt 100% zeker of de foto scherp is. Nou, dat is tip nummer 1. Tip nummer 2 heeft met hetzelfde te maken. Maar nu gaan we achteraf kijken of de opname scherp is gesteld. Goed scherp is gesteld. Hoe doen we dat? Laat ik jullie ook weer zien door even naar het menu te gaan van de camera. Ik ga weer naar het menu. Ik ga wederom naar bediening. Ik ga ook weer naar de OK-knop. En in dit geval, in plaats van opnamestand, gaan we naar weergavestand. En doen we hetzelfde als net. We gaan naar zoom aan-uit. We gaan naar rechts en dan gaan we naar 1 staat tot 1, 100%. We klikken weer op OK. En dit kan ik nu even voordoen, direct naar de instellingen. Want op het moment dat ik nu op mijn terugkijkknop druk, afspeeltoets, net hoe je het noemen wil, dan zie je het autofocuskader. Dat heb ik op dit moment geactiveerd. En dat wordt zo meteen tip nummer 3. En op het moment dat ik nu op OK druk, dan laat de camera rond het autofocuskader wat ik heb geselecteerd, laten zien of de opname achteraf in dit geval, dus op de juiste plek door mij is scherpgesteld, dan wel door de camera in het autofocusgebied is scherpgesteld. Op het moment dat ik weer de OK-toets indruk, gaat hij weer terug naar 100% beeldweergave. Nou, hoe kan ik nu zien waar de camera heeft scherpgesteld? Dat is tip nummer 3.
Dan ga ik jullie weer laten zien door weer terug te gaan naar mijn menusturing. Ik druk op menu. In dit geval moet ik niet in het menu persoonlijke instellingen zijn, maar moet ik in het terugspeelmenu zijn. Dus in dit geval bij weergave menu. Ik ga naar rechts. Ik ga naar weergave opties. Bij weergave opties heb ik een aantal mogelijkheden. Ik kan met mijn vinger of met mijn touchpen in dit geval kan ik aanklikken wat ik tijdens de weergave wil zien als ik een foto terugkijk. In dit geval heb ik alles geselecteerd. Er zit nog meer onder. Je kunt dat eens even bekijken. Maar wat ik eigenlijk alleen nu even wil zien is... laat ik de belichtingsinformatie ook even aanstaan. Dan krijg ik het scherpstelpunt en de belichtingsinformatie krijg ik te zien op het moment dat ik op oké druk. Nou, ik druk weer op afspelen. In dit geval ziet u heel mooi onder in beeld, ziet u mijn opnameinformatie. Hoe heb ik de camera ingesteld? En u ziet hier het autofocus kader. En dat is precies de plek waar de camera heeft scherpgesteld, of waarin ik heb aangegeven dat ik de camera wil laten scherpstellen, op de juiste plek in de foto. Op het moment dat ik nu dus weer op oké druk, gaat die 100% vergroten op de plek waar het autofocuskader zit. Wil je op een andere plek scherpst de foto controleren, dan kan dat natuurlijk. Ik kan dan scrollen en zoomen en dan kan ik door dubbel te tappen op mijn beeldscherm, kan ik op de plek komen waar ik dus de opname na wil kijken. En ik kan zelfs met mijn vinger kan ik in en uitzoomen. Als ik verder uitzoom, dan kom ik op meerdere beelden terecht. En ik kan zelfs met mijn vinger kan ik scrollen op het touchscreen. Als ik hem heb uitvergroot, kan ik ook heen en weer scrollen op de opname. Maar als ik een heel groot, als ik mijn beeld zeg maar groot heb, 100%, dan kan ik dus in de beelden zelf kan ik scrollen. Dat is het voordeel van de Nikon Z-serie met alle touchscreen mogelijkheden. Nou, gaat lekker zo. Ik hoop dat jullie hier al een paar leuke puntjes mee hebben gezien die jullie nog niet kenden. En dan zijn we aangeland aan de volgende tip. En dat is tip nummer 3. Ja, tip nummer 3 is iets wat je misschien al wel weet of ooit een keer hebt uitgeprobeerd en het een beetje in de vergetelheid geraakt is. En dat heeft te maken met het touchscreen. Dan kan het touchscreen namelijk gebruiken als plek waarin ik aanwijs waar ik scherp wil zijn. Ik kan het touchscreen gebruiken als ontspanknop. En een combinatie daarvan is dus dat ik mijn vinger leg op de plek waar ik de foto scherp wil hebben, waar ik het scherppunt wil hebben. En dat ik meteen, als ik de vinger van de touchscreen afhaal, de foto laat maken. Waar stel ik dat nou in? Nou, dat kan ik niet in het menu laten zien, maar dat kan ik u hier op het schermpje laten zien. Dus dan gaan we weer over op de weergave van het scherm. Hier ziet u een kleine button. Als ik die één keer aanraak, dan ziet u aanraakscherm verschijnen. Raak ik hem weer aan, dan staat er aanraak sluiter, aanraak AF. En als ik hem nog een keer aantik, dan staat hij op uit. Nu is mijn touchscreen uitgeschakeld. Dan gebeurt er dus helemaal niets. Dus als je touchscreen even niet wilt gebruiken, of stel dat je de camera naar je gezicht doet en je drukt per ongeluk met je neus op het scherm en er verandert iets, dat wil je dus niet. Kun je op deze manier heel makkelijk even touchscreen uitzetten. Als ik hem nu één keer aanraak, dan zegt hij scherpstelpunt plaatsen. Nou, ik kan mijn scherpstelpunt ergens plaatsen en de camera zal, ik ben nu heel dichtbij, dus dat gaat niet, maar dan kan ik de camera dus op elk gewenste plek die ik wil in het autofocuskader, kan ik de camera laten bepalen waar hij op scherp stelt. Op het moment dat ik hem nog een keer aanraak, dan staat er aanraak sluiter en aanraak autofocus. Dan moet ik dus mijn vinger op de plek leggen waar ik wil dat de camera scherp stelt. En op het moment dat ik mijn vinger loslaat van het scherm, maakt de camera de foto. Denk bijvoorbeeld aan een groepsfoto die je wilt maken. Ja, dus je hebt je camera op statief gezet. Je wilt een groepsfoto maken. Je stelt scherp op een van de eerste personen die de camera tegenkomt. Hoef je dan dus niet meer door de zoeker heen te kijken of op het scherm te kijken. Je kunt rustig even over je statief naar de mensen kijken. Even zorgen dat ze de aandacht van de camera hebben. En op het moment dat je denkt, van nou, nu heb ik ze allemaal, kijken ze allemaal naar de camera. Laat je je vinger los van de ontspanknop
En de camera maakt meteen een perfecte foto. Nou, dat is volgens mij waar deze functionaliteit voor bedoeld is. We gaan door naar de volgende tip. Dat is tip nummer 5. En die heeft te maken met terugkijken en scrollen door de opname. En we hebben het allemaal wel dat we even snel door een aantal beelden heen willen fietsen. En nou, als we de camera dus op terugkijken zetten, dan kan ik met mijn button, ik zal even weer naar de juiste camera gaan, kan ik dus met mijn buttons om de OK-knop, kan ik naar links en naar rechts scrollen. Nou, ik zal het even doen. Ik zet hem even op weergave. En ik scroll nu door de foto's heen die op dit geheugenkaartje staan. Nou, het zijn natuurlijk bijster interessante foto's. Maar u ziet het in ieder geval dat mijn beelden naar voren en naar achter gaan. Nou, dan ga ik beeldje voor beeldje heen en weer. Nou, u heeft vast wel eens een keer naast een Canon-gebruiker gestaan die heel snel door de beelden heen kon scrollen. 10 foto's, 50 foto's enzovoort. Nou, dat kunnen wij ook met de Nikon-camera. Hoe gaan we dat instellen? Ik ga het wederom laten zien. Daar komt hij. We gaan naar het menu. We gaan naar het menu persoonlijke instellingen. En we gaan naar bediening. Het F-toetsje weer. En volgens mij moet ik bij F5 zijn bij de Nikon Z modellen. Juist. Functie instelschijven instellen. Daar heb ik een aantal mogelijkheden die ik ga kiezen. Of kan kiezen. Ik moet ze kiezen. Menu weergave. In dit geval moet hij naar aan. He, dus hij kan op aan geen controlebeeld of uitstaan. Hij moet dus op aan staan. En de volgende functionaliteit door beelden met secundaire instelschijf moet er staan als afkorting. Die zal ik ook even kiezen. Die zet ik op in plaats van het 50 of welk waar die ook op staat, zet ik op 10 beelden. Ik bevestig hem weer met oké. Okay. En op het moment dat ik nu mijn camera op afspelen zet, kan ik met mijn achterste instelschijf, en dan gaan we even de camera ietsje voor verzetten, met de achterste instelschijf bij mijn duim en de voorste instelschijf, draaischijf, bij mijn wijsvinger. Met de achterste ga ik dus beeldje vooruit en met de voorste schiet ik dus 10 beelden per keer schiet ik naar voren of naar achteren terug. Nou, als je dat nou eens een keer doet naast een kennengebruiker, dan wordt hij super jaloers van deze instellingen. Dit was het voor deze eerste 5 tips. Druk even op het abonnementsknopje en op het notificatiebelletje als je dit soort tips nou leuk vindt. Want binnenkort worden mijn volgende 5 tips weer gepost voor de Nikon Z-camera's. En wellicht zitten daar weer een paar mooie tips voor jou tussen. Dit was het. Tot de volgende keer. Bye.